Yo mensen, Jaras Kier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Akimbo Scorpion Moab hier op Modern Warfare 3. We spelen vandaag natuurlijk weer een Team Defender potje, deze keer is het op de map Bootleg. Gewoon lekker 6 tegen 6, Bootleg is één van mijn favoriete mappen. Alleen in Team Defender is eigenlijk elke map mijn favoriete map, puur omdat het gewoon om de vlag speelt, zeg maar, heel Team Defender. Ik hoop ook dat Team Defender ooit een keertje gaat terugkomen in een bepaalde Call of Duty, misschien bij Black Ops 3, misschien bij de volgende Ghost. Ik heb geen flauw idee, maar dat zullen we natuurlijk eventjes moeten afwachten, want het is een hele leuke game mode, maar hij zit alleen in Modern Warfare 3. We gaan weer opnieuw beginnen. Akimbo Scorpion heb ik natuurlijk in mijn handen. Andere openingsroute dan normaal gesproken, omdat deze wapens niet op lange afstanden kunnen. Nou ja, niet op te lange afstanden kunnen. En dan pak je één iemand op. Dan komt er nog één achterna. Fuck. Dan pak je de tweede op en dan komt er nog één. Dan pak je de derde op. Dan gooi je meteen een granaat, want ze spannen nog steeds. En dan pak je de vierde op. Oké, toch niet. Dan pak je de vierde op. Dankjewel. Dan moet je nu naar boven. Nu naar boven, 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 nu naar boven. En oh, die hebben een shotgun. Holy shit, daar moeten we voor gaan oppassen. Shotguns moet je voor gaan oppassen. Ik wist het. Ik wist het, jongen. Ik zat er al op te wachten. Ik wist gewoon dat er iemand zou komen. Ik moet nu heel snel weg hier. Ze weten nu allemaal waar ik loop, dus ik moet hier weg. Ik heb natuurlijk ook geen silencer op mijn wapen staan. Dus als ik één keer heb geschoten, dan weet ze precies waar ik loop en dan moet ik... Kut. Kut. Mamma mia. Kak. Oh, dan moet ik natuurlijk van positie veranderen. Dat is wat ik wilde zeggen, maar het kwam er niet meer uit. Want ik zat echt in de penari. Oh, jammer man. Ik had mijn specialist bonus al. Maar ja, weet je, schijt eraan. Kan gebeuren. En nu gaan ze... Ik zie hun speelstijl al. Wat er nu gebeurd is... De enemies weten hoe ik speel. De enemies weten dat ik een Scorpion Akimbo in mijn handen heb. En wat ze gaan doen is echt fucking slim. Daar kan ik niks anders op zeggen. Wat de enemies gaan doen is... Ze gaan rondjes lopen. What the fuck? Waarom... Ze gaan rondjes lopen om de zijkanten van de map. En wat er dan gebeurt is, ik kan ze dan natuurlijk niet meer killen met mijn Scorpion. Omdat ik de lange afstanden niet kan schieten. En als zij dus helemaal rondjes om de gehele map heen lopen. Dan kom ik ze niet meer tegen, pakken ze me de hele tijd in mijn rug. Omdat ik in het midden van de map moet blijven. Omdat ik een Akimbo Scorpion in mijn handen heb. Dus deze enemies zijn slim man. Ik mag ze wel. Ik mag ze wel, maar alsnog ga ik ze vermoorden. Dat is een beetje hypocriet, maar goed. Ik mag jullie enemies. Ze denken een keertje na namelijk. Dat vind ik wel... Zie ze denken een keertje... What? The fuck? Ik hou mijn mond dat ik die kill had ik niet moeten krijgen. Die kill had ik niet moeten krijgen. Oké, die heb ik getagd. Nou ja, ik had toch geen reken. Shit. Ja, dankjewel voor de assist. Nice. Dat is nog een assist. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. En is die fan nog steeds aan het nadenken of niet? Als hij nog steeds aan het nadenken is, dan loopt hij hier ook ergens. Of hij staat me ergens op te wachten. Nee, nee, nee. Hij... Wow, ik schrik me helemaal kapot, jongens. Ik ga niet meer naar het midden van de map, want dan staat iemand me op te wachten. Ik moet andersom lopen. Ik moet ook opletten op mijn ammo. Kijk maar naar mijn ammo-capaciteit. Concentratie, concentratie, concentratie. Ah, fucking kut. Zo, er kwamen drie mensen aan. Dat gaat nooit lukken met Akimbo-wapens. Ik ga hem even opwachten. 3, 2, 1, schieten en dankjewel. Zo. Even op de makkelijke manier killen. Dat mag ook al eens natuurlijk. Oké, let's go. Teammates, ik zal wegrennen daar, want ze komen hier sowieso 100% zeker aan. Ja, daar komen ze al. Yo, dat was een double kill. Dank je. Dank je dat je mijn richtpunt inloopt. Dank je dat jij mijn richtpunt doorloopt. Dat is ook nog eens handig. En er komen er nog meer aan, want ik hoor granaten. Ik ben fucked. Ik ben fucked. Ik weet nu niet via welke kans gaan komen. Links of rechts. Dus ik blijf hier heel veel campen. Even de headcrash pakken. En ja, er komt er nog één. Je hebt, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Hij weet dat ik hier zit. Ik moet hier even blijven staan. 3, 2, 1. Oh, perfecte timing, Jan. Dankjewel, jongens. Wow, die timing. Dankjewel. Een keertje heb ik een normale timing. Ah! What the fuck deed ik daar? Oh my god, ik ben een meisje. Oh shit, hé. Ja, dat hebben jullie niet gehoord. Hou je mond, dat hebben niemand gehoord. Dat hebben niemand gehoord. Ik ga weer door. Er is niks gebeurd. We gaan gewoon weer door. Lekker lopen door de map heen, lekker kills op pakken en proberen de mol op te halen. Niks aan de hand. Jammer vriend, ik hoorde je. Oh my god, dat was echt de meest mannelijke schreeuw ooit gewoon. Oh kut, kom nou niet de hele tijd in mijn rug man met je USAS. Ja, en dan komen ze via boven. Fuck. Ik heb nog kriebel aan mijn neus ook. Kom op jongens, kom op, kom op. Ik kan hem ook nog droppen, we zijn pas 4 minuten bezig in het potje. Het potje is wel op dit moment tot een eind aan het komen, maar... Hij is nog... Niet die vlaggen pakken. Niet die fucking vlaggen pakken. Maar hij is nog niet tot een einde. We moeten de andere kant op, teammates. Anders ga je dood. Jullie gaan allemaal dood. Ja, ik zei het. Ik zei het. Ik zei jullie gaan allemaal dood. En dan maakt hij triple kill. Met zijn RPG.
Oh, wat een mooie kill gek op die vent. Oh, oh shit. Ik heb die ge... Ik heb hem expres even raangez... Kut, er zit er één achter me. Fuck. Er zit er één achter me. Ik blijf doorrennen, ik blijf... Oké, nu moet ik omdraaien. Reloaden. En dan komt hij als goed... Ja, zie je wel, teammate had hem nu. Ik wist dat hij aan zou komen, man. Kom, Scorpius, doe je ding. Dankjewel. Ik heb nog 25 kogels, dit is kut. Man, die shotgun vet komt heet in mijn rug, jongen. De hele fucking tijd. Oh, ik heb mijn slide of hand alweer door mijn... hardline bedoel ik, sorry. Ah, oh, die shotgun vent komt de hele godganse tijd in mijn rug, jongen. Fuck jou. Fuck jou. Andere kant op, teammate. Fuck jou en headshot. Headshot. Ik heb weer gewoon 36 kills met Akimbo Scorpius, maar ik kan hem nu al niet meer halen. Kijk naar de puntenlimiet die eraan komt. Teammate killt die vent met een direct impact van zijn noobtube. Dat vind ik dan leuk, jongen. Lekker, teammate. Maak ze maar lekker boos. Dan gaat iedereen om rage namelijk. Ik zelf ook. Direct impact, granaat of een noobtube is kut om als dead te krijgen. Teammate, zit daar. Yo, goed opgelet. Goed opgelet. Let's go, jongens. 37 om 9 als ijscore. Ik vind het echt een heel erg geslaagd potje. Helaas natuurlijk niet de mol opgehaald, maar... Ja, of die vent is bij de weg geracekut. Maar aan het begin liep een vent helemaal over de buitenkant van de map. Dus die dacht echt heel erg slim na. Omdat ik natuurlijk Akimbo Scorpion had. En daarna is hij nu weer gejoined. Oh, nee, niet. Is hij nou wel gejoined of niet? Nee, iemand anders is gejoined. En daarna kwam ik die shotgun gozer tegen. Volgens mij speelden er twee mensen met de shotgun. Eén met een spas en eentje met een usas. En die usas is heel erg sterk. Dus die killde me een paar keer achter elkaar. Dat is natuurlijk een beetje jammer. Maar shit happen. Zo makkelijk is het in Team Defender. Bedankt voor het kijken mensen naar deze aflevering. Als je natuurlijk hebt genoten, geef dan een duimpje omhoog. Vorige aflevering staat nog in de beschrijving. En tot de volgende keer weer mensen. Bye bye.